Goedemiddag, heren. Ah, we komen voor de kleierkast. Oh, je zit welkom. Welkom in Venlo. Hoe zien we te gast? Ben Jeroen van den Ham. En Alprins van Venlo. En een Joekse gemens kunt je dadelijk zien aan de kleierkast. Kom binnen. Jeroen, zijn ze prinspaars geweest? Ik zie het pak hangen. Ja, 2012. We gaan een prins, maar in Venlo is een hoeigheid. En dan is een dreespanning, een trio. Maar in 2012 heb ik deze functie mogen vervullen. Ja. En daar ben ik heel blij mee geweest. Dat is de mantel. Dus juist, moest allemaal zelf uitzoeken. Hier hangen de medailles. En dan is ze dan de achterkant. Ik heb gewerkt bij een opticien toen dat deed. En ik vond het leuk als de jokers aan. De bril droeg. En ja. Het is een hele eer toch, of nee? Nou, dat kan ze wel zeggen, want het is maar voor een paar jongetjes in Venlo weggelegd. En als ze dan door papa en mama met de paplepel inbus gegeven dat ze vastelovens moest gaan vieren en dat ook nog eens leuk geest vinden, dan heeft ze dan maar één wens. En dat is hoe gaat het weer van Jokes, van de goede staat. Ja, dat is de mooiste tijd van mijn leven, een van de mooiste tijden. Ja. Wat is eigenlijk die eerste herinnering aan vastelovend? De eerste herinnering is met papa en mama mee naar de Verloenenzaal. Toen speelde Kappes Kook op de Grote Bruin. En ik denk dat ik een jaar of 3-4 ben met een trumpje ertussen. Tussen de boys van Kappes Kook. En dan mochten we de bühne op en dan stond ik toch. Ik durfde nog niet de zaal in te kijken. Want dat was toch al allemaal spannend. Maar ik ging geen meter, ik ging meer van die bühne af. Puur alleen maar trommelen en de hele zaal vol en zingen. En met een geweldige joekskapel en een goede stang muziek was het echt wel heel erg leuk met die dag. Ja. Is er toen een zeurtje gepland? Ja, ik begon te kriebelen, dat gaat zo een paar jaar door. Dan komen de meetjes en dan krijg je die eerste glaasje beer en dan, ja, en dan is het, ja, het is de mooiste tijd van het jaar. Ja, we komen eigenlijk voor de kleier. Heb je die nog ergens aangevangen? Jazeker, ik heb een boerenboerlofskaas en ik heb nog onder in de kelder heb ik nog een pekskaas. We gaan naar de kelder. Zie je een foto van prins Jeroen, wist zich dat ook? Dat zal ze niet denken, maar dat ben ik inderdaad. Kan je hem los mee? Dus het was ik jeugdprins van Joekes Toekomst. Wie al was ze toen? Ja, ik denk, is in 91 geweest, ik denk een jaar of 15, 16, denk ik, schat ik. Ja, dat was, zo is het begonnen, hè. Kan ze nog herinneren? Ja, goed. Ook in de Vloenenzaal kwamen we uit. En daar hebben we een jaar lang hebben we, de scepter mogen zwaaien. De optocht was afgelast vanwege de sneeuw, dus we mochten met half vassen nog een keer doen. Dat is wel leuk, hè. Dus we hebben eigenlijk dubbel op vastelovend gehad dat jaar. Hier is de kast waar alles in hangt. Ja, dit is de kast waar alles in hangt. De pekskist en hier de attributen en de mutsen. Ik wil dat allemaal zien. Even de lampje omhoog. Nou, dit is het dus in ieder geval. Want die duizend heel veel presenteren, hè. Met de boetezitting steeds op de Merit voor je klopt, ja. Ik doe sinds 3 jaar de Blauwe Zaterdag presenteren. Joren daarvoor heb ik de boetegroene boetezitting op de andere podia gepresenteerd. En dan hebben ze speciale packs gedaan? Ja, dit heb ik bijvoorbeeld vorig jaar heb ik dat gemaakt. Of heb ik dat gemaakt inderdaad. En dan dat heet een Blauwe Zaterdag, dus alles moet blauw zien. Dus dan kreeg ze dit in. En dan heb ik er speciale muts bij geknutseld. En dan kreeg ze deze kwam er dan bij. Nou ja, goed. En dan kreeg ze een pekje voor de Blauwe Zaterdag. Ja, zet de muts eens op. Wat staat erop geschreven? Dat staat de Joekes Joeks Commissie staat erop. Joekes Joeks. En dan... Ja, dat staat er goed. Ja. En dan hebben we dat aan. Ja, ja. En wie ben je begonnen eigenlijk met dat presenteren, overal? Ja, daar ben ik per ongeluk ingerold. Ik zat jaren bij de Joeks Commissie van Joekes. En ja, dan zo dat ik er een presentator op de ballen, de Boerenmoesbal of de Joekes Pokusbal, dat is voor de jeugd met name. En zo ben ik eigenlijk aan het presenteren gegaan. En toen vroegen ze dan vrijwilligers bij de Zaterdag, vastelovend Zaterdag in Venlo, tot gans Limburg er op ons afkomt. En dan hadden ze me gevraagd om door op de podiums, een van die podiums te presenteren. Zo ben ik er eigenlijk een beetje ingerold. Ja. Ja. Ja, superleuk. En als je niet in functie bent, hè, wat trekt ze dan aan? Nou, ik vind dit ook altijd wel leuk. Het is ook lekker warm als het koud is. Dit is mijn vliegeniersjas. Dan heb ik zo'n vliegeniersmuts op. Ik leg dat even hier neer.
En dan kiezen dit. Dit pimpen we dan ook zelf. Dat doen we allemaal zelf. En wie is we? Ja, ik. En dan krijg ik de speeltjes van iedereen. En dan kiezen dat. Is dat leuk? Kunnen ze dat al leuk op pimpen? En wie altijd is de jas? Dat moet ze ruiken wie altijd is, dat weet ik niet. Maar dat is behoorlijk oud, ja. Ja, de bakschoen van een nepleer jaske geeft ze zoiets pimpen. En dat is lekker weer, wat ik al zei. Dus goed, en dan heeft ze dan zo'n vliegeniersmuts, die geeft er dan ook op. En met de vlinder er nog bij. En dan is een peksje, wat ik griegel draag. Is leuk en warm. Ik zie nu ook een dikke tromstoel, dat ben je ook muzikant? Ja, we doen trommelen en we doen zingen. Eigenlijk zit ik in drie parodiegroepen. Althans, eerste 11 jaar waren we met Pien en Willem. Heb ik opgetrooien en daarna hebben we 11 jaar niks gedaan. En daarna ben ik weer met Eigen Wijd gestart. Dat is een parodiegroep ook. Ik treed met name hier op in Groot Venlo. En dit is de laatste parodiegroep. Samen met René Oosdam en Wim Dame doen we in 50-60-jaren stijl doen we al de Venlose liedjes zingen. En met veel Joeks en Jen. En dan hebben we een bolletje. En een broekje. En dat zien de kleiage. En dan gaat deze bril af. En dan gaat dit broekje weer op. Met een echte wiebelsnor. En dan houden we op de trom. En zo treden we op. Ja. Wat is dat dan van een Alden brandweerjas? Ja, dit is echt een Alden brandweerjas. Heb ik ook mee gepresenteerd op de boetezitting. Dat is een jas, dat was toen een item dat er meer blauw op straat moest. Het wordt een beetje gevoerlijker. Nou, ik dacht dan, een beetje mijn jonge jaren van, zo blauw wie een tientje. Een tientje, dat is al lang geleden, ja, toch? Een tientje, ja, maar dat was geen gulden. Maar leuk is, dan is er zo'n Willempie helm. Nou, dan gaat deze weer af. En dan gaat de Willempie helm weer op. En dan liepen we je zo te presenteren. Kent ze de jas nog aan? Ja, dat kan zeker nog aan. Nou, laat het zien. Maar als er dadelijk branden uitbreekt, dan... Even kijken. En wat staat er achterop? Ja, dat is bijna niet meer te zien, maar dat is al het grijn natuurlijk. Blauw? Blauwe politie. Blauwe ja, politie. Blauwe politie. Ja, blauw, als er wat genoeg gehad is, ja. Dan zal ze deze politie niet meer moeten bergen. Kijk. En trekt ze nog wel eens aan? Ik heb hem eigenlijk 2 seizoenen gedragen. En nu heb ik hem, ja, ik denk, ik doe hem niet weg. Nooit. Ik heb ook jeugd, die willen dadelijk ook nog eens een paprester nog wat hangen. Nu moet het allemaal reuk zien met helpen en waar ze wat met op kunnen schrijven met een stift. Maar ik hoop dat het de tijd komt dat ze ook echte peksjes gaan dragen. En dan heb ik in ieder geval wat over. Ja, want dan bewaar ze het ook voor. Ja, natuurlijk. Tuurlijk, zeker. Ja. Dus, als ze Venlo is, dan zijn ze ook Boren Broelef, hè? Ja, maar dat is leuk. Dat is... Hebben ze dat hier ook hangen? Nee, dat heb ik boven in zijn Boerenbroelofkaas. Goed even kijken? Ja, ja, want dat is misschien wat duurdere klei. Daar moeten ze voorzichtig bij zien. Ik heb wel even toen een keer ook de modder in. Dat moeten we niet hebben, hè. Van Loes in Tietentasje, dat gooi je altijd mee met de boerenbroer of din, zeg je. En met de boerenmoesbal afgelopen zaterdag. Kijk, dit is het. Boerenbroer of, ja, Venlo, de schoonste dag van het jaar. De boerenbroer of in Venlo. Dan hebben we echt een alt boerenpak aan. Met natuurlijk ook wat leuke speeltjes. En een ouderwetse slipjas. Zijn nog een beetje, hè. Maar dit is en dan de plastron, en die heeft een verschillende kleurtjes. En dat moet dan wel echt ja, mooi hoed zijn, ja. Waarom is dit daar zo chic? Ja, iedereen is als boer verkleed. En iedereen gaat, en met name de vrouwen met mooie kappen op. En de heren met een wraakjas. En met een boerenpet. En dan gaat iedereen naar de boerenbroer kijken. Stonden met z'n allen op het plein, kijken we... Weer in een onrecht weer verbonden en dan gaat iedereen de holiday zingen. Hè? Dat is een prachtig broerloofsleedje en dan zie je het Gaanse plein, er zitten er stond al 4000 op. Zie je van links naar rechts wijen en het holiday-leedje zingen. Ja. Ja. Moet Jeroen dan ook wel eens een treintje wegpinken? Nou, zoveel laat, ja, dan moet Jeroen wel eens een treintje wegpinken. Want dan hebben we een biertje gehad en dan hebben we een paar schoenen, 6 vastgelopen. Vroeger waren het er 3 en nu zien het er 6. En dan ben je muur en dan is het best een voldoende gevul en dan is het gedaan. Wordt dan ook gezongen en dan moet ik af en toe wel eens een treuntje loten, ja. Want dan moet er weer een jaar op wachten dat het weer eens is. Ja.
Maar dat is de moeite tijd, vastlovend. Ik zoek net onder een paar yogisplaatjes, Tom. Ja. Zullen we er een opzetten om het af te sluiten? Moet ik er een kiezen dan? Zeker. Zullen we gewoon alle wetsingele boem doen? Heerlijk. Ja, doen we. Leuk. Hoe belangrijk is de muziek? De muziek is het allerbelangrijkste van de ganse vastelovend. Sommigen denken een glisje bier ook, maar voor mij blijft dit het allermooiste wat er is. En dit is de ultieme vastelovensplaat in Venlo. En wie tot boete, want wie kennen een man en mol, Shingle Boom. Super. Hey, bedankt voor de gastvrijheid, hè? Geen gedaan. Super leuk dat ik het mocht doen. Ik heb ervan genoten, dankjewel.